Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van Zanden. We lezen vandaag Esther 2, de versen 16 tot en met 20. En Esther werd meegenomen naar koning Ahasveros, naar zijn koninklijk huis, in de maand, dat is de maand Tebet, in zijn zevende regeringsjaar. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen, en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes, en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koning in de plaats van Vashti. De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de maaltijd ter ere van Esther. Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther Deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen ze bij hem opgevoed werd. Tot zover. Als we in gedachten de hossende, feestvierende menigte aan ons voorbij zien trekken, kunnen we ons maar nauwelijks voorstellen dat dit iets is waar God de hand in heeft. Het is op het eerste gezicht zo werelds als je het maar krijgen kunt, een volksfeest. Wat is er aan de hand? Wat valt er te vieren dan? Wel, Ahasveros, koning van Persië, heeft een nationale feestdag uitgeroepen... in het zevende jaar van zijn regering. Want op deze dag, in de tiende maand, vindt de troonsbestijging plaats van Esther. De beeldschone jonge vrouw die de koning heeft getrouwd... In de plaats van koningin Vasti. Er wordt ter ere van Esther een groot feestmaal aangericht in het koninklijk paleis voor ongetwijfeld honderden gasten. En, zo moeten we waarschijnlijk het laatste stukje van vers 18 uitleggen: Heel het land krijgt een dag vrij. Het zal dus wel zo een beetje gegaan zijn zoals het bij ons gaat op Koningsdag. Er is feest. En er is muziek, en laat ons eten, en laat ons drinken, en laat ons vrolijk zijn. En als we dan aan het einde van de dag de feestgangers half beschonken naar huis zien gaan, zullen er waarschijnlijk maar weinigen zijn die deze feestdag in hun hart sluiten als een dag die het waard zal zijn om nooit te vergeten. Een dag waarvoor voor het slapen gaan de knieën gebogen mogen worden voor de allerhoogste om Hem de dank te betuigen. En toch zou het wel op zijn plek zijn, want deze dag, zoals die hier in Gods woord beschreven staat, is een uiterst heugelijke dag geweest in de geschiedenis van Gods koninkrijk. Voor wie? Voor Esther, ja, voor Esther. Het hopeloze weesmeisje draagt nu een gouden kroon, maar meer nog: het is een heugelijke dag voor Gods volk hier op de aarde, maar ik geloof dat er ook gejuicht is in de hemel. Er is een soort lotsverbondenheid tussen dit ene meisje en al Gods kinderen. Zij is er een van het volk en dat hele volk dat hoort bij elkaar. Voor ons is die lotsverbondenheid denk ik niet zo heel moeilijk uh, voor te stellen. Met name als u van sport houdt. Kijk, ik heb van mijn leven lang nog nooit Femke Bol ontmoet. Maar als zij op de Olympische Spelen de andere deelnemers er, eruit loopt. dan ben ik er trots op dat ik ook een Nederlander ben, want dan hoor ik bij haar. Zoals je er ook trots op kunt zijn, uh, bijvoorbeeld dat. Veel van de eerste mensen die in de Verenigde Staten aankwamen, dus in, in Amerika, um, dat dat calvinistische Hollanders waren. Ja, dan voel ik me ook een hele calvinistische Hollander. En je kunt er ook trots op zijn dat je katwijker bent. Net als uh, Dirk Kuit bijvoorbeeld. Of, um, of andere uh, bekende katwijkers. In de politiek werkt het ook zo. Ik las ergens in een preek over deze tekst dat toen Barack Obama de eerste zwarte president van de Verenigde Staten werd, veel zwarte inwoners van Amerika de tranen in de ogen hadden staan van blijdschap. Want niet alleen voor uh, Obama zelf was uh, de dag van zijn inauguratie een, een dag die hij nooit zou vergeten, maar ook voor hen. Uh, voor, voor mensen van kleur, zoals dat tegenwoordig plechtig heet. Het was een reuze stap vooruit, want blijkbaar kon het. Uh, iemand als zij kon president worden van de Verenigde Staten. Daar ligt een belofte in, daar ligt moed in, daar ligt hoop in. En in ons eigen uh, koude kikkerlandje hebben we bijvoorbeeld gehad, uh, Abu Taleb, die burgemeester werd van Rotterdam. Ja, dat was een Marokkaan en Marokkanen dat, die staan nou niet echt bekend als toekomstige burgemeesters. Ja, maar het kan dus wel. En daar ligt ook iets van hoop in en uh, uh, verwachting voor, uh, ja, voor het hele volk. Nou, hier zien we hoe dat Esther, een Joods meisje, de troon bestijgt van Perzië Als een soort vrouwelijke Jozef maakt zij haar opgang aan het koninklijke hof. Jozef werd eens onderkoning van Egypteland en nu wordt Esther koningin van het Persische Rijk. Maar vooralsnog blijft haar identiteit verborgen. Zij weten niet wie zij was. Niemand weet eigenlijk wie Esther is en waar ze vandaan komt en wat haar achtergrond is en wie de mensen zijn die bij haar horen. Pas later zal dat openbaar worden. En pas dan begrijpt vriend en vijand dat Esthers eh, troonbestijging het werk van God zelf is: dat de Allerhoogste hier de hand in heeft. En, lieve luisteraar, daar ligt een bemoediging in. Ja, God verheft de geringe. God maakt de kleintjes groot. Hij tilt de armen op uit het slijk en hij verheft degenen die zijn neergevallen. Dat geldt in het geestelijke, voor hen die onderliggen in de strijd tegen de zonde, maar dat geldt soms ook in het maatschappelijke. Jozef moest omhoog om tot zegen te kunnen zijn voor vriend en vijand. Esther moest omhoog om, om tot zegen te zijn voor het Joodse volk. Um, en daarin ligt een, een vooruitwijzing naar Christus die eens komen zal, die vernederd werd voordat hij verhoogd werd, die onbekend bleef totdat hij zich openbaarde als de zoon van God. En toen heeft gezegd, zie hier ben ik. Zie, hier ben ik. De mensenzoon. Die gekroond werd. bij zijn hemelvaart. En die regeert. Van oord tot oord en van zee tot zee. In zijn handen ligt het levenslot van Esther. In zijn handen lag het levenslot van Jozef. En in zijn handen ligt. God zij dank. ook mijn levenslot. Ja. Hallo, ik ben Abel. En we eindigen met gebed, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden aan de en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze waarom van uw wezen koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.